Het is tijd dat we de relatie tussen boer en burger opnieuw gaan uitvinden. En hoewel Nederland toch één uitgestrekte plattelandstad is, houdt die kloof tussen stad en platteland ons nog altijd in de houtgreep. Maar vandaag ontmoet ik twee stedelingen die als relatietherapeut optreden om zo de stad met haar ommeland te verbinden. En afgetekende tegenstellingen te overbruggen. Lisanne, wat fijn dat we hier mogen zijn. Waar zitten wij precies? Wij zijn in Fruittuin van West. Biologisch dynamisch fruitteeltbedrijf met meer dan 20 soorten fruit, meer dan 30 soorten fruit zelfs. Al het fruit wat rijp is, wordt geplukt door de bezoekers die hier komen. En we hebben daarnaast kippen en varkens en koeien en een winkel en een tuincafé. Wat zei de fruitteler in jullie? Dit is een perfecte plek om te beginnen. Want dicht bij de stad, in de Randstad. Wij wilden heel graag met dit plan in de Randstad het bedrijf opbouwen. En provinciaaltje als ik ben, vond ik dit toch nog wel fijn, een beetje polder zo. Ja, ja, ja. Dit is voor mij echt best van twee werelden. Ik heb de koeien voor het huis lopen als ik sta te koken en ik ben een half uur fietsen, ben ik in de stad. Want gewoon voedsel verkopen, de stad is een gretige afnemer. Ik kan me voorstellen dat het een hartstikke goed verdienmodel. Ja. Waarom was dat voor jullie zo belangrijk? Omdat wij uit de anonimiteit wilden, zeg maar, als teler. Een groot deel van onze producten in de winkel komt bij bevriende boeren vandaan. Vorige week ging een boer zaterdag oogsten met zijn zonen, omdat de suikermais zo hard ging hier dat we tekort hadden. Dan komt hij het zondag brengen. Hij geniet daar echt van om te zien van oké, daar naar deze mensen gaat mijn product toe. Ja. Zo ligt het in de winkel. En ook om te zien hoe blij klanten ermee zijn. Ja. En de anonimiteit van het product valt dus weg, maar ik kan me voorstellen, dit is ook geen anoniem landschap. Nee. Het levert ook een heel mooi divers landschap rondom die stad op. Ja. En voor veel mensen is voedselproductie iets wat op het platteland gebeurt. Ja. En heel dankbaar nemen we al dat voedsel in ontvangst en zien we het in de supermarkt liggen. Waarom moest het voor jullie bedrijf echt anders zijn? Een van de doelen was wel dat iedereen die hier als bezoeker kwam te verwonderen met wat de natuur en de landbouwproductie, maar ook de natuur daarnaast. Mensen daarmee te triggeren. Er lopen hier kippen onder de bomen. Daar heeft echt een hele belangrijke rol hebben die op het bedrijf. Alle energie die loopt in een cirkeltje bij ons. Hè. De koelcellen die aanstaan, de warmte die vrijkomt bij de motor, die wordt opgevangen in een boiler en die wordt weer gebruikt. Of in de vloerverwarming of in het verwarmen van water. Ja, dus die diversiteit helpt voor jullie bedrijf. En ik zie ook dat die voor de stedeling is er genoeg te bieden, want die leert van alles. Ja. Wat staat de stedeling te doen om zorg te dragen voor het landschap om de stad heen? Ik denk dat als je nieuwsgierig bent, dat is een heel goed uitgangspunt. En als je gewoon om je heen kijkt en god, wat is er al? En je hoeft niet per se gelijk ook iets toe te voegen, maar ga eerst eens realiseren wat er is. Ja. Dankjewel. Fijne dag. Goedemiddag. Goedemiddag. Hi. Kan ik jullie appeltje aanbieden? Nou, heerlijk. Van de Fruittuin van West, moet je echt een keer langs gaan. Ja, ik ben allergisch. Je bent allergisch? Ja, ik ben allergisch. Ik dacht wat yoghurt te kopen. Dat kan. 2 liter of 1,5 liter. 1,5 liter graag. En wat eitjes. En deze thee, alsjeblieft. Wat voor optie wil je? De landschapsexclusieve prijs of de landschapsinclusieve prijs? Wat is de landschapsinclusieve prijs? Nou, dan betaal je 20% meer die naar waarden gaan die we op de boerderijen toevoegen in het landschap. Okay. Ecologische of sociale waarden. En met onze stichting, het Grondverbond, organiseren we dat zodat je, zeg maar, consumenten zoals jij samen met de boeren kunnen bepalen wat die projecten dan zijn. En wat die sociale en ecologische waarden inhouden op de boerderij. Op deze boerderij, waar de yoghurt vandaan komt, gaan we dit jaar een project uitvoeren. Dat is boerderij Hartstocht. Okay. En op een andere boerderij waar de melk vandaan komt, dus boerderij De Groene Griffioen. Ja. Daar hebben de boeren en de consument samen bepaald dat we daar het erf vogelvriendelijker gingen maken. Een vogelvriendelijk erf? Ja. Eitjes, 6 stuks. Berekening sinds kort ook 35 cent voor de eierdozen. Ja. Met het idee om ze de volgende keer weer mee te nemen. Weer terug te nemen. Ik wil gewoon alles inclusief. Verpakkingsinclusief, landsbouwinclusief. Is die 14,25? Merci. Waarom vragen jullie een landschapsinclusieve prijs? Omdat in de gewone prijs er geen landschap in zit. We verkopen gezonde producten. Mm-hmm. Dus het komt al van een
betere, gezondere boerderij dan de meeste dingen die je hier in de supermarkt kan krijgen. En gezond betekent in die zin? Ja, een divers landschap. Okay. Elk flesje melk is bij ons anders dan de week erna. De diversiteit in producten, we hebben verschillende kaas en verschillende producten natuurlijk, maar dat wil je ook in het landschap. Ja, en dus eigenlijk, jullie hebben een landschapsinclusieve prijs, maar daarmee zeg je ook, die prijs in de supermarkt is landschapsexclusief. Ja, het is gewoon een anonieme bulk productie gericht op intensivering, op genoeg voedsel. En dat is geweldig dat we dat hebben gecreëerd natuurlijk, sinds de Tweede Wereldoorlog, nooit meer honger gehad. Dat is heel goed, maar het is ook een beetje doorgeslagen. Ja. En we gaan toe naar een systeem waarbij mensen kunnen kiezen op een solidaire betaling. Als je ondermodaal verdient, betaal je deze prijs, modaal deze prijs en bovenmodaal deze prijs. Want ik denk echt dat we mensen aan het denken moeten zetten, als ik het kan besteden, als ik het eten kan betalen voor een gezond landschap en dus een gezond landschap kan betalen, ja, dan moet ik dat ook doen. Want anders kan ik dat niet verwachten van een boer. Je ziet echt heel erg dat de leefwereld van boeren, zie ik in ieder geval, echt wel heel erg ver afstaat van de leefwereld van mensen in de stad. Dus wat mensen hier in de stad verwachten, staat heel ver van de praktijk van de boeren, ja, in het platteland. Ja, de verwachtingen en ook de wensen en de meningen, die staan gewoon echt heel ver van elkaar af. En dat, ja, voelt echt als twee verschillende werelden. En wat moet ertussen zitten? Ja, een melkboer. Een melkboer. Nou ja, een melkboer, gewoon een verbinder. Omdat het zo'n groot systeem is wat zo ver weg staat van die boer, zo anoniem is, via lange voedselketens, van Den Haag tot het platteland, is gewoon een enorme scheiding natuurlijk. Daardoor worden we systemen gecreëerd die gewoon niet op elkaar aansluiten en botsen. Ja. En dat proberen we hier via lokale, persoonlijke voedselketens, we kennen die boeren, we kennen die consumenten, bij elkaar te brengen. Want anders krijg je die boeren niet meer. Geweldig. Ik kijk nu al uit naar mijn activistische ontbijt van morgen met je yoghurt. Dankjewel, Meerte.